Goedenavond, dames en heren. U kunt nu kijken naar een vraaggesprek dat ik zal hebben met Hans-Jan Maat, lijsttrekker van de Centrumpartij. Ik zal enkele vragen stellen die bij veel kiezers leven. De Centrumpartij is vooral bekend geworden door haar standpunt in zaken het vreemdelingenbeleid van de regering. Kunt u mij dan zeggen wat aan dat beleid zo verkeerd is? Wij vinden dat een absurd beleid. Het getuigt van gebrek aan respect voor de eigen Nederlandse bevolking, omdat zonder hier maar te vragen aan die bevolking honderdduizenden mensen van waar ook ter wereld naar Nederland te brengen. Dat brengt grote spanningen en conflicten met zich mee. Op de eerste plaats natuurlijk grote financiële kosten. Wij hebben gevraagd een stad van 100.000 mensen met alles erop en eraan kost ongeveer 97 miljard gulden. Als we dat aan die minderheden niet zouden aanbieden, worden ze echt gediscrimineerd. Maar wij denken dat daar de grote gaten in de overheidsuitgaven mede in zitten. In de tweede plaats leidt het tot culturele spanningen. De minderheden mogen zich hier optimaal ontplooien en de bevolking raakt helemaal uit het eigen leefritme. De minderheden zelf voelen zich hier ook niet thuis. Nederland is niet dat land, dat paradijs, wat die politici in het buitenland ervan vertellen. Dus dat beleid is falikant voor en de Nederlanders en de minderheden. Dan die culturele ontplooiing van die minderheden. Zij mogen dat maximaal doen. Ja, dat wil zeggen, een Marokkaan die gewend is in eigen land met meerdere vrouwen te trouwen, veel kinderen te krijgen. Als zo iemand hier komt en hij kan hier in onze samenleving die mensen, zijn gezinnen, niet uit eigen financiële middelen onderhouden, dan valt dat terug op onze samenleving. Onze sociale voorzieningen gaan totaal ontsporen daardoor. U zei dat hier honderdduizenden vreemdelingen verblijven. Kunt u niet wat exacter zijn? Nee, dat kan ik niet. Er zijn natuurlijk wel van regeringszijde tamelijk precieze cijfers, maar we weten ook dat de regering te lage cijfers doorgeeft, hoogstwaarschijnlijk met de motivering om de eigen bevolking niet aan het schrikken te brengen in zaken die aantallen. Ik zal u een voorbeeld geven. Van officiële zijde, dat wordt natuurlijk al een moeilijke schatting, spreekt men van 40.000 tot 60.000 illegalen. Uit betrouwbare politiebronnen hebben wij vernomen dat het hoogstwaarschijnlijk 230.000 illegalen in Nederland zijn. Bovendien, daar komt nog heel wat bij. De regering heeft gepland honderdduizenden mensen in het kader van de gezinshereniging. Dat worden er hoogstwaarschijnlijk ook weer meer, nu de tweede generatie van de buitenlanders hun partners liever in het eigen land gaat halen. Misschien is dat begrijpelijk. Maar dan worden in het kader van die gezinshereniging die getallen veel en veel hoger. Exact cijfer kan ik niet geven. Heel veel Nederlanders zullen het tot zover met u weet zijn. Maar het is natuurlijk de vraag welk beleid de regering dan zou moeten voeren. De gastarbeiders zijn hier toch naartoe gehaald voor het vuile werk. Heeft de Centrumpartij een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is? Ja, ik dacht het wel. Wat wij zeggen, op de eerste plaats de grenzen hermetisch dicht. Uit economische motieven kunnen we niemand meer opnemen. Dat gaat niet. Illegalen zonder meer naar huis. Buitenlandse werknemers die langdurig werkloos zijn, moeten terug naar huis met remigratiesteun, maar toekomst gaan zoeken verder in eigen land en wij willen daar financieel bij helpen. De minderheden die hier dan zijn, daar willen wij bevorderen dat die mensen remigreren. Daartoe willen we de ontwikkelingshulp verhogen. Velen willen dat ook. Veel Surinaamse mensen willen liever naar Suriname terug. En wij vinden dat met verhoogde ontwikkelingshulp de Surinaamse regering onder druk gezet moet worden met financiële middelen als zij die mensen niet toestaan te remigreren. Minderheden die hier willen blijven, die die rechten verworven hebben, die moeten dat kunnen, maar dan wel instellen op aanpassen aan de Nederlandse samenleving. We hebben in Nederland meer problemen dan het minderhedenvraagstuk. Hoe staat de Centrumpartij bijvoorbeeld tegenover de werkloosheid? Het officiële getal werklozen ligt nu boven de 500.000. Daar moeten we toch eventjes bij zeggen, de buitenlandse werknemers, ja, die moeten hier dus in aantallen afnemen. En wij dachten dat de Nederlandse regering en het bedrijfsleven daartoe een aantal maatregelen moeten genomen worden. Als het vuile werk beter betaald wordt, zijn er voldoende Nederlanders die de handen uit de mouwen willen steken. Verder denken wij dat door een terugdringen van
de sociale premies, de bruto lonen kunnen zakken, dan blijven de netto lonen gelijk. En dat soort maatregelen zal vooral het kleine bedrijfsleven goed moeten stimuleren. Dan komt er vanzelf meer werkgelegenheid. Ik zeg niet dat het dan allemaal opgelost is, maar dan moeten we met z'n allen iets minder gaan werken. En de vraag is of dat zelfs ten koste hoeft te gaan van de netto lonen. U stelt het wel wat simpel voor. Nou, wij denken dat met deze uitgangspunten in die richting gewerkt dat opgelost kan worden. Als we met z'n allen de schouders eronder zetten, moet Nederland er beslist weer bovenop kunnen komen. Kunt u de kijkers in 1 minuut uitleggen wat de Centerpartij vindt van de kernwapens? Nederland en Europa zijn in militair opzicht niet zo belangrijk. Amerika en Rusland kunnen ons beide militair missen. Economisch is zeker ook Nederland een grote macht. We hebben een goede economie, ondanks de depressie. We hebben een hoog technisch vermogen. En onder de politieke verschuivingen in West-Europa zou gaan blijken dat die economische en technische macht langzaam van Amerika, van NATO-zijde, gaat verschuiven naar Warschau-pact, naar Russische zijde. Als dat gebeurt, kan Rusland met die economische macht de derde wereld en later misschien de hele wereld onder haar politieke invloed brengen. Dat kunnen de Verenigde Staten dus nooit toestaan. Als wij die verschuiving mede zouden bevorderen, staat Amerika gedwongen voor de keus om Europa te vernietigen, dan wel haar rol in te leveren bij de Sovjet-Unie. Militair spelen we dus geen belangrijke rol. Ik moet u zeggen, persoonlijk vind ik, ja, of ik nou 10 of 15 keer door kernwapens gedood kan worden, ik vind 1 keer al absurd. We moeten zorgen dat het machtsevenwicht in stand blijft. De Sovjet-Unie gaat door, wij moeten ook doorgaan. Maar die kernwapens is niet zo belangrijk dan nu in de verkiezingscampagne zou blijken. Het IKV heeft met haar stemadvies die hele zaak naar voren gebracht. Maar dat speelt vooral het CDA in de kaart. Dat is erg handig, maar daar moet je doorheen prikken. Volgens de peilingen maakt de Centerpartij kans op 2 zetels in de Tweede Kamer. Kan zo'n kleine fractie iets uitrichten? Zeker. Wij hebben op dit moment al een grote politieke invloed in Nederland. U kunt dat zien. Sinds onze oprichting verkondigen wij er moet een referendum of volksstemming komen. Dat wordt nu langzaam door grote partijen overgenomen. Al onze andere punten, zeker in zaken het vreemdelingenbeleid, die worden uit de discussie gehouden. Er worden enorme scheldkanonades op ons gevuurd. Wij zouden weet ik wat zijn. Wij zullen, als we in de Kamer zijn, de grote politieke partijen tot die discussie dwingen wat ze nu ontlopen. Als ze het in de Tweede Kamer ook nog niet doen, ja, dan wordt de Centrumpartij een hele grote partij. Dat is logisch. Nederland is in de eerste plaats voor de Nederlanders. Daar moeten de politici hun beleid op richten. Dat heeft men de laatste jaren veel te weinig gedaan. En het is gezond dat in een democratie dan een partij komt die daar de nadruk op gaat leggen. Dames en heren, het zal u duidelijk zijn dat wanneer u op 8 september zo stemt zoals u altijd hebt gedaan, dat er dan niets verandert. Vindt u ook dat Nederland in de eerste plaats voor de Nederlanders is? Stemt u dan Centrumpartij, lijst 12. Luistert u vooral naar onze radio-uitzending op zaterdag 4 september om 7:10, Hilversum 2. Dank voor uw aandacht. Goedenavond.